Ik ben Deborah. Ik woon in Laagdal. Ik werk hier ondertussen 8 jaar en ik draag zorg voor het onthaal en de naservice. Ik begeleid de klanten als ze binnenkomen. Telefoon, ik beantwoord de telefoons. Service, toestellen die stuk zijn. Ik help bij verkoop van de meubels, verkoop van toestellen. Ik werkte vroeger in Antwerpen en ja, kindjes gekregen. De afstand werd te lang. En dan via mijn zus bij Annelies terechtgekomen en is bij Annelies gaan praten. En ja, van het een kwam het ander en dan eigenlijk heel snel hier begonnen. Vlak bij huis, 10 minuutjes van huis, zalig. Ik vind het een geweldig gebouw, ik vind het een heel imposant gebouw. Als je vergelijkt met vroeger, dus ja, ik vind het heel fijn werken hier. Ja, het was een stuk groter ook, heel modern gebouw, spreekt ook heel veel mensen aan. Ik denk het gebouw ervoor was al wel wat verouderd en ik denk wel dat er sommige mensen iets gemakkelijker voorbij reden. Dus nu, als je voorbij rijdt, heb je echt het gevoel van wauw, daar willen we wel eens gaan kijken. Wat voor type mensen moeten hier werken? Mensen die iets weten van interieur zeker. Mensen die iemand kunnen, ja, vooral mensen die klanten kunnen begeleiden. Je hebt heel veel klanten die naar hier komen en die nog niet weten wat dat ze willen of nog niet direct een idee hebben in welke richting ze willen gaan. En dan is het heel belangrijk dat er hier iemand is die hen wel kan ondersteunen en die hen wel kan begeleiden. En die hen kan adviseren en tips kan geven. Mensen die hier starten, die worden hier wel heel snel... ze worden hier wel warm onthaald, denk ik. Het is de bedoeling dat ze zich heel goed op hun gemak voelen. Dus daar wordt wel voor gezorgd. Daar zorgt Annelies ook voor in eerste instantie. En wij vangen ze wel verder op. Ze worden heel snel opgenomen in de groep. Dus ja, dat is meer als collega's. Familiebedrijf, een beetje familie zeker. Ja, zo voelt dat. De familie Horemans. Ik heb de mama nog gekend. Ik heb de mama Horemans nog gekend. Dat was echt een moederkloek. Een typische moederkloek hier. Die zorgde voor alles en iedereen. Ook het ontvangst. Ze kende ook iedereen. Toen ik nieuw was, ze gaf me heel veel tips over mensen. Hoe ik hun kon begeleiden. Maar echt mama kloek. Zorgen voor iedereen. Ja, missen wel ze. Het is jammer dat ze dat allemaal niet meer hebben kunnen zien. Annelies is de mama kloek. De zorgmama. Zeker weten. Ja. Bij Annelies kan je ook bij alles terecht, zowel over werk, ook privé. We zijn flexibel ook. Allee, zalig.